nog steeds anders kennen zo. Ja, deze wil hij wel in één keer pakken. Maar straks met die gasolie voor schepen en zo, want het, hè, met die boeren die moeten straks gewoon weer de diesel gaan doen. Ik begrijp ook dat hier ook, want ik hoorde Hans, die moest dat voor die, dat museum, ja, die de gatjes moeten ze ook. Ja, en wat ze aan boord hebben, moeten ze belasting over gaan betalen. Ja, dat is toch belachelijk. Is dat? Dat staat er helemaal nergens op. Nee. Dan, moeten ze net, dan gaan ze het maar opstoken, want dan moeten ze het erover betalen. Ja, dat is dan. Ik weet niet of het particulier of bedrijf het een verschil in zit, hoor. Geen idee. Nee. Misschien wel een verschil in zit. Ja, maar zou zo'n. Want ik neem aan dat zo'n stand is. Ja, die boeren worden ook allemaal wit, hè? Ja, die worden allemaal wit, die gaan straks betalen. Er is in januari is wat je zegt, ja. Hè? Ja. Maar ja, met zo'n. Ja, dus dan is dat voor bedrijven geldt dat dan hetzelfde waarschijnlijk. Dus bedrijf, dat is een bedrijf, dat zal ook wel wit worden. Ja. Nee, omdat dat museumschepen natuurlijk, daar zullen ze ongetwijfeld een stichting voor hebben, dus dat is ook bedrijfmatig. Ja, maar dat is een stichting. Ja, dat bedoel ik. Dus, ja, dat is ook wel iedereen wel overgaan aan het witstrijden. Ik snap volgens mij, hè, gaan ze op die manier gaan ze alles om zeven helpen. Ze willen alles om zeven helpen. Belastinghouders helpen om zeven, dit helpen om zeven. Verleden gaat hekken, ga je niet naar zeven doen. Stuurt het op? Ja. Dan moet je echt heel rustig erbij houden, want is iedereen zeik snap. Nou, wie is de volgende die mee wil? Ik ben een keer mee geweest. Oh, je bent een keer mee geweest. Twee mee nu. Ja. Dus die kan er even voor zijn. Ja.